daar het meest intelligent naast het veld? De magazine. Middelklaas bij een quiz. 100%. Naast het veld denk ik de magazine ook weer. Ook door misschien de ervaring dat hij heeft. Al veel wedstrijden gespeeld, veel van de jeugd ook gezien, coaching en zo. Dus ik denk dat dat wel zeker naast het veld wel. Zeker de coaches en intelligent ook met aanpassingen doorvoeren, ook naar ons toe op het veld. Dus ook naast het veld in de kleedkamer is het altijd wel lekker. En dan buiten de voetbal gerekend, wie is gewoon het meest intelligent naast het veld, denk je? Aan het oog of? Ja, op mijn oog. Gewoon algemeen. In het algemeen. Ja, aan het oog is toch wel zat de Kilian en de Arthur wel denk ik, op ja. Staan. En dan vervolgens met een Dieven en zo denk ik. Dat is zeker wel. En voor u? Naast het veld, ja, Maxime, ja. Die quizt kei veel. En, die leest ook veel boeken en zo. Dus. In de piet dan, hè, als je zo graag. Ja, afhankelijk hoe dat je intelligent definieert. Hè. Als je, volgens mij zijn dingen, de Jasper, een goede student bijvoorbeeld. Voor de quiz zou ik bijvoorbeeld de Pieters testjes meepakken. Ja. Die weet wel heel veel. Ja. Maar voor de rest, misschien de Jessin, de Dieren, ken ik wel. Ja. Hoort hem hier ook. Ja, als we ook richting intelligentie bij quizzen en zo gaan, zou ik Maxime de Piet. Dat zijn ook goede quizzen zijn, die weten algemeen veel, die hebben algemeen goede kennis. Dus ik zou vooral Maxime de Piet voor de quizzen. Gewoon, ik denk dat ook wel als je qua studies ziet of zo, dan de Jasper wel. Ja. En dan gewoon algemeen kiezen, toch gewoon Maxime de Piet. Ik zou mezelf durven zeggen, maar. Maar nee, daar hoef ik eigenlijk geen uitspraken over te doen. Eerlijk gezegd. Okay. Ik zou durven zeggen, de Maxime dan ook. Ja, ja de Maxime. Ja, Maxime, ik denk dat hij wel populair aan wordt in de vermaak. Klopt wel. Ja, en bij nu wil ik dat wel eens zien als ze een quiz geven. Absoluut. Kom dan. Zou een dier durven zeggen of de lijkrijk is? Ja. De rest geeft ze niet meer gasten of niet. Dan gaan we zien ook wel een beetje. Ja, dan kun je ook geen stomme rit. We zijn bezig zien op het werk. Er zijn bijvoorbeeld studenten die rechten studeren en zo, zoals de Jappe. Ah ja. Die in Schust. Moet ook een eten. Daar geen idee over. Voor de Jessie die we hebben. Nee. Nee. Ja, Jasper inderdaad ook wel een studeren. Ik denk dat je de magazine, omdat je het hoogste diploma heeft. Ja, ik denk dat Max ook. Ja. Ik vind de Pieter ook wel een intelligente kerel. Ja. En hetgeen wat je er nu zo al van gehoord hebt op korte tijd, is wel een verstandige, wel een clevere kerel. Hé, hey. Om te horen. Nou, de Maxpert quizzen zeker, hè. Dus het, ja, voilà. Ja. Dat is wel een max plek, hè? Ja, een max. Ja. En dat is in je eerste leer op 3 jaar. Eén rechtszaal op 4 jaar tijd, je niet daar veel lekker in. Spectaal voor jezelf. Ja. En voor u, Jolle? Ik was aan het denken aan de Jappen misschien. Ja, de Jappen is ook wel. Wat studeert hij? De rechten, hè? Zoals ook wel. Wat, Max? Eén rechtszaal? Nee, zeker. Wat? Jappen en Jappen. Ja, twee. En wie zou het liefst in een quizteam willen? De Max of Jappen? De Max. Max. Ja. Maar die gaan elke week quizzen ofzo. Die kennen al antwoorden.